Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de volgende organisaties. Mijn naam is Angelo Kukler. Ik geef nu 10 jaar lang vrijwillige voetbaltraining aan Kids United. Dat is een voetbalclub voor kinderen met een handicap. We zijn vandaag bij Kids United, bij VV Potatoes. En hier trainen we 2 uurtjes in de week op de woensdagmiddag. Mijn ouders zijn 10 jaar geleden hebben ze Kids United opgestart vanwege mijn broertje, die lichamelijk beperkt is. Die kon niet voetballen bij een reguliere voetbalclub. En mijn broertje wou graag voetballen. En mijn ouders hadden zoiets van, laten we het proberen. En we hebben nu 85 kinderen. Op, let op, Beto. Komt-ie. Sommige kinderen gaan heel snel vooruit. Sommige kinderen gaan echt met kleine stapjes. Maar in principe gaat iedereen wel vooruit. Kijken, spelen. Ja, super. Kinderen die bij Kids United spelen, die snappen gewoon wat minder. Zijn motoren is ook wat minder. Daarom voetballen ze ook bij ons. Soms heb je wel eens kinderen met een verstandelijke beperking. Die helpen kinderen met een lichamelijke beperking, helpen ze hem overeind. En de kinderen met een lichamelijke beperking, die zeggen soms waar ze moeten scoren, zeg maar. En het is wel mooi te zien hoe ze elkaar helpen. Dylan, mag naar dat doel? Ik denk ook wel dat kinderen op reguliere voetbalclubs nog veel kunnen leren van deze kinderen. Met name voor respect naar elkaar toe. Elke training is altijd weer anders. De kinderen zijn altijd heel enthousiast, hebben er altijd veel zin in. En de training gaat altijd met veel humor, met heel veel plezier. En naar mijn mening komen ze eigenlijk altijd veel plezier. En als de training in mijn ogen weer is geslaagd, ga ik weer met een goed gevoel naar huis. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de volgende organisaties.